Ik ga met Jan-Willem kapervissen. Dat zijn we kapervissers. Ja, ik heb camouflage, dus voor echte kapervissers. Echte shit. Ons iets van nou, misschien moeten we ook maar een voerstekje gaan maken in de schaduw. Die hengelen zie je, en ik zat helemaal krom. Ja, mooi. Oh. De gouden? Ja. Oeh. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend, 10 uur. Het is prachtig mooi weer. Het is al 15, 16 graden en de dag is nog maar net begonnen. Dus we hebben wel werphengels mee, maar er zitten geen dreggen aan. Er zitten enkele haakjes aan. Ik ga met Jan-Willem kapervissen. We gaan in de vijvers van Groningen gaan we met een pennetje vissen op stadskaper. Hebben we zin in? We kijken of we ze kunnen vinden. We gaan lekker rondjes rijden, kijken bij verschillende vijvers of de vissen het doen. En we hopen in ieder geval op een mooi visje. Ziet er goed uit? Ziet er heel goed uit. Draai, vijver hier op achtergrond. We gaan het bouwen, maar we gaan vis vangen. Ja, ik vind het wel leuk. Zo'n toch wel een heel tof visstekje midden in de stad. Dus ook voor de mensen die niet midden in de natuur wonen, niet zo ver weg willen gaan. Lekker vissen. Spreek je nek niet? Nee, het straat ligt er mooi uit, maar des te beter. Het is ook niet zo rustig, het is niet zo druk achter ons. Hey, daar zijn we kapervissers. Oh ja, we snikken. Laten we hier wat kampen. Waar moeten we vissen? Ook dit polletje. En dat polletje als zichtlijn. Zodat op de juiste plek kunnen vissen. Hey. Yeah! Twee handjes mais erin. Zo ben ik op de boom. Drie plekjes kunnen we heen en weer. Moeten sluipen. Oh ja, moeten sluipen. Oh ja, sorry. Kaarsluipen. Zijn stil. Maar jij hebt ook wel iets in het groen aan, dus dat scheelt. Ik zie mezelf niet. Ja, nu wel je. Ja, ik heb camouflage voor echte kapervissers. Echte shit. Oh, fuck. Ik heb iets. Nee, maar dit blauwe heb ik speciaal gedaan voor de blauwe lucht. Dat is voor de blauwe lucht? Ja, tuurlijk. Kijk, en ik ga tussen de bosjes zitten, dus ik heb mijn haar vandaag extra gedaan. Een vogelnestje in de bosjes. Ja, precies, dat is ideaal. Oké. Is er vis bij? Ah, sorry, dat is man. Ze hebben mijn pennetje eventjes opgetild. Ik weet niet of dat een vondje was die overmoedig was of wat, maar er zit zeker vis. Spannend. Een paar keer een haal een beetje gehad. Maar dat is toch een gebrek aan ervaring, denk ik. Als we echt een roofvisser. Gelijk misgeslagen. Maar de vis zit op een stek. Oh, ik zag mijn pennetje. Ging ineens, hè? Hè? Hij ging ineens. Hij ging ineens. Ik had al eentje gemist. Giebelt je kapertje? Wat is het? Die hengelen zie je, denk ik dat helemaal krom. Ja, mooi. Lang leven glas, ik vind glas zo mooi. Ah, ik wist dat het kon gebeuren. Yes. Machtig. Kun je hem scheppen voor mij, Tamme? Jazeker. Voor mij mag je deze niet in de QG pakken. Ik kan dit blijkbaar. Ik heb gewoon een karper gevangen op de pen. Alleen. Komt u. Hoppa. Hoppa. Super mooi karpertje. Fantastische aanbeet ook. En god, wat zijn ze sterk. Wil je één of twee foto's maken? Prachtig. Nou, ik ga hem terugzetten. Laat me zwemmen. Hoppa. Yes. Hoppa. Ja, dat was echt wel zinnig gaaf. Gewoon een pennetje schoot weg. Ik had al zoiets van, nou, misschien moeten we ook maar een voerstekje gaan maken in de schaduw. Dus dat was blijkbaar de juiste keuze. Het duurde wel, wel 2 minuten, dan schoot het pennetje weg. Dus ik ga ook nog even aan de andere kant van die boom vissen. Want misschien als dat deze kant wil het aan de andere kant ook wel. Eindje voer erbij. Pak ons. Ik heb net al een beetje gevoerd. Nice. And now we wait. Oh. Dit is een beter, hoor. Zo sterk. Ik heb hem nog niet eens gezien. Oh. Ik ben de bomen weghouden.
Zie je die glas helemaal krom gaan dan? Kijk, mooi vis. Goeie vis? Ik heb hem nog niet eens gezien. Ja, wel beter dan net. Wat vis je? Ik was net in gesprek met mijn karpergoeroe Harold Bremmer. En toen zag ik ineens mijn doppen weggaan. Misschien hij heeft gewoon goede invloeden erop. Ja, ik vind het een echt waanzinnig waard gaaf. Super mooi. Gouden schubjes. Hoppa! Yes! Vis met een hele oldschool hengel uit de jaren 80 van glas. Vrij lang en soepel. Ik denk dat het ongeveer op 1,5 lb uitkomt. Dus het is geen hengel voor monstervissen, maar voor zulks werk in een vijver met relatief kleine vis kan dat prima. Je hebt wereld van sport en het voordeel is, het is een zachte hengel. Dempt dat mooi in de drill, dus je zult niet heel erg snel een vis gaan lossen. Dus dat het gewoon verschrikkelijk, verschrikkelijk leuk is. Gewoon een lekkere sport. Je hoeft het niet zo ver te werpen, we vissen echt vlak in het kantje. Dus eigenlijk is het gewoon een pennetje neergooien en gaan. We vissen zo, zulke pennetjes. Zinkend uitgeloot. Dus dan kun je ook heel goed zien of je op de bodem ligt of niet. Met een enkele maiskorrel, handjevol mais erbij. En gaan, veel meer is het eigenlijk niet. Namens hengel is niet veel anders, maar dan wel wat moderner. Dus ik weet niet of je hem straks nog wil laten zien. Maar... Ja, Willem zei het net al, vissen met één maiskorreltje. Voeren ook met een wijze maiskorreltjes erbij. Zetten we op een hertje. Want het is een heel simpel hertje. Zijn kanten klaar, onderlijntjes met een kunststof rubbertje erop. En nou ja, die zit aan het hertje bevestigd. Er zit een naaldje bij. Heel simpel, naaldje breng je aan in het rubbertje. Prik de maiskorrel eroverheen, rubbertje eruit. Het voordeel daarvan is dat hij altijd los van de haak zit. Wanneer je een maiskorrel op een haak prikt, dan heb je de haak niet vrij. Heb je veel kans dat je een vis mislaat. En dat heb je hierbij beslist niet. Ziet er goed uit? Vis vangen. Vissen. Ligt hij mooi? Bij de boom. Je hebt ook bijna geen werphengel nodig als je zo dichtbij vist, hè? Oh. Een gouden? Nou, we stonden eventjes te praten. En in één keer... Ja. Hoppa, dook je weg, hè? Ja, echt een knolletje. Oh, wat een mooi visje. Ja, mooi hè? Prachtig. Ga hem eruit halen. Ja, mooi hoor. Mooi hè? Fotootje. Hij wil weer terug. Ja, zie ik. En weg. Hoe voelt dat? Ja, goed. Maar dingen zijn echt van belang. Goed schepnetje. Want haakmaatje, want het zijn gewoon visjes waar je gewoon net wat voorzichtig mee om moet gaan. Hengeltje, blikje mais, hakenstekertje, vis vangen. Ja, vis. Kaper. Denk het wel. Woehoe! Vet! En het stomme is, ik zag dus mijn dobber net ook gaan. Ah, die gaat nu niet meer. Vet hoor. Weer bij het boompje, hè? Weer bij het boompje. Dit is een mooi boompje. Hoe voelt dat? Oh, wat prachtig. Is dat een spiegel? Oh, prachtig. Oh, een rijenspiegel. Oh. Echt een hele mooie patroon. Kijk hier. Joh. Kijk, een pareltje. Joh. Een pareltje. Haha, gek! Vissen met een pennetje, met een maiskorreltje eronder, op een hertje. Voor een rijenkaart ben je echt heel erg blij mee. Dit is echt een... Echt een plaatje van een vis. Echt een plaatje. Dit is ook mooi gaaf. Hè? Het zijn zo'n uitgezette visjes. Die hebben wel eens wat schubjes die ze missen, maar dit is echt prachtig. Heel mooi visje. Gaan we even een foto van maken? Ja. Yep. Echt heel mooi. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, wat een prachtig ding. Eens kijken, man. Ja, dat gaat. Zwemmen met dat ding. Zwemmen met dat ding.
ik wil niet. Nee. Oh. Hey jongen. Super. Geniet ervan. Ja, je hebt nou je lunch al verdiend. Ja, we gaan nou een hapje eten, hè? Lisa!